Lange rijen voor de deur van de kolenhandelaar manifesteerden in de afgelopen weken in vele plaatsen van ons land het kolentekort dat voor een belangrijk deel veroorzaakt werd doordat transport over water onmogelijk was geworden. In de haven van de staatsmijnen bij Stijn in Limburg liggen de schepen machteloos te wachten op de dooi die maar niet komen wil. De mijnen zijn nu vrijwel geheel aangewezen op de spoorwegen die het vervoer na een moeilijke periode gelukkig weer aankunnen. De mijnindustrieraad, waarin vakbonden en mijndirectie samenwerken, heeft nu besloten twee vrije zaterdagen te laten werken om in dit strenge jaargetijde een extra productie te verkrijgen. En zo zijn de kompels dus op hun vrije dag in de mijn afgedaald. De kooi, zoals de lift heet, bestaat in alle mijnen uit 4 compartimenten boven elkaar. Het werk in de mijnen is in de laatste decennia steeds sterker gemechaniseerd. De steenkool gaat via een lopende band naar de mijnwagens die vervolgens naar de liftschacht rijden. De hele dag door kan men in Limburg het grote wiel van de liften zien draaien. Onophoudelijk komen wagens volgeladen met kolen naar de oppervlakte, waar de bovengronders voor het verdere transport zorgen. De wagentjes bereiken tenslotte de kolenwipper waarin ze gekanteld worden. Dan wacht nog een hele reeks behandelingen, zoals sorteren, breken en wassen, voordat de steenkool gereed is voor transport naar de afnemers. Op de eerste vrije zaterdag bereikten de gezamenlijke mijnen in Limburg een productie van 35.400 ton. Dat is ongeveer 1600 spoorwagons. Zo werken de mijnen en de spoorwegen samen om op korte termijn verlichting te brengen in de moeilijke situatie van de kolenvoorziening in ons land.